Als het aan het weer ligt, is het eigenlijk al herfst. Maar we zitten nog gewoon volle bak in de zomer. 23 september is pas echt de herfst begonnen. Ja. En ik ga met jou, en met jou dit keer, alle 7 trends benoemen van de winter en de herfst voor aankomend seizoen. De 7 trends voor herfst-winterseizoen zijn onder andere de grote en subtiele glitterpailletten op je ogen. Neon oogschaduw, dus echt weer neon details. Ja, zeker, wat je ook heel veel in de kleding ziet, ja, ja. Maar nu ook op je gezicht. Oké, cool. Dan hebben we de mattere lipstift. Dan hebben we vervolgens de smoky natural eyes. Dus dat is smoky eyes, maar een beetje naturel, dus met donkergrijze kleuren, maar met je bruin, aarde, beige tint, okay, inderdaad. Ja. De shiny lipgloss, echt neutraal gezicht, maar echt een soort bijna vaseline effect lipgloss op je ogen. En dan hebben we allemaal grafische effecten, wat je echt met een eyeliner kan tekenen. Zwart of witte eyeliner. Gewoon een nep wimpers. Niet tot, maar tot simpel hier. Een lijntje. Precies, maar, okay. Niet de cat eye of iets, maar echt grafische vormen. En de komende weken gaan we dat allemaal zien. En we beginnen vandaag met de eerste trend, dat is de blush. Waarom gebruik je een blush? In de winter heb je eigenlijk altijd, als je buiten de kou loopt, krijg je altijd van die koude roze, rode appelwangetjes, ja. En een koud neusje. Dat zag je ook heel veel bij de Chanel show, toch? Precies, precies. Ja. Liepen daar, meisjes, modellen liepen daar in de sneeuw. En je zag allemaal zo'n hele mooie, naturel bare face. Maar echt met van die wangetjes, waardoor iedereen heel zoetsappig eruit zag. En daardoor ook natuurlijk super mooi. Leuk. Echt ja. Heel leuk. Dus daarom is blush echt mooi voor in de winter. In de zomer gebruik je natuurlijk ook meer bronzingpoeder om je lekker bruin kleurtje te geven. Ja. Maar in de winter mogen we lekker aan de gang gaan met wat meer roze, peachachtige tinten en kleuren. Hoe breng je dat het beste aan? Ik gebruik altijd een kwast met een bolle vorm. Niet helemaal rond zoals bijvoorbeeld deze is, maar eigenlijk een beetje dat hij een beetje gezichtvorm meeloopt. Dus deze. En voor jou ga ik denk echt even een gezellige roze kleur pakken. Okay. En dat is deze. Je hebt ook een wat warmere kleuren. Maar kijk goed naar je huid. Wat het mooiste bij past natuurlijk. Ik hou heel erg van matte tinten. Want ja, dat vind ik ook het mooist. Dat hele glanzende, glimmende. Dan krijg je echt van die bolle wangetjes. Dit is wel iets minder mat. En daar lijkt het echt naturel. Oké, laten we beginnen. Echt op die bolling van je wangen, dicht bij je neus. Je kan echt goed aanzetten. Je kan hem ook een klein beetje doorvagen naar richting je oor. Maar hou echt de focus bij de bolling van je wangen. Dan doe ik een heel klein beetje op je neus. Nou wel, je bent klaar voor de winter. Dat is snel. Ja. Dus je hebt eigenlijk alleen maar een beetje blush nodig om er gewoon fris uit te zien voor de winter. Ja, zeker. Dus inderdaad op de wangetjes en een beetje op je neus en je bent klaar. Maar dit was dan de blush. Volgende video gaan we volgende trend behandelen.